Ik wil mijn auto daar niet langs zetten. Nee, nee dat was mijn eerste reactie. Ik vermoed dat de persoon van de auto is overleden, omdat hij hier al 10 jaar staat. En niemand er meer naar omkijkt, verwacht ik dat de meneer is overleden of de mevrouw. Ik zou hem gewoon weghalen. Als hij er toch al zo lang staat en niemand kijkt er naar om. Iemand bellen die auto komt ophalen en de sloperij of zo. En dan beuren ze nog 150 euro. Of wellicht de politie bellen en de klant opsporen en vragen of de auto van hun is. Ik wil mijn auto daar niet langs zetten. Nee, nee dat was mijn eerste reactie. Omdat de spiegels eraf liggen en hoe de auto er alleen nog uitziet. Ja, vies. Het ziet er niet uit. Zwavelschut eigenlijk.